Hey! Hey, wat heb jij echt kort dat? Goed, hè? Waarom kijk je al zo boos, maat? We gaan naar Valencia, heb je er niet een beetje zin in? Het is gewoon een sneeuwstorm, joh. Een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video! Ik dacht, ik begin de dag goed met een gembershotje. Maar goed, wat ik net ook al zei, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En dit wordt weer een hele leuke video. Het is vandaag dinsdag en ik ga vanavond naar Valencia. En ja, jongens, ik weet niet wat het is. Ik ben opeens zoveel onderweg. Eerst in Oostenrijk, dan in Parijs. Maar het is allemaal heel spontaan. Maar wat ik zei, we gaan naar Valencia. En wie is wij? Ik ga samen met Diego. En Diego organiseert feesten in Amsterdam. En die heeft op elke vrijdag heeft hij een Jimmy, heeft hij Mongerie. Maar deze keer is Mongerie het in Valencia in een club dat heet volgens mij Roomba. En ik ga daar samen met Stefan heen, Stefan de Vries. Dus we vliegen vanavond om 7:50 richting Valencia. En het wordt hartstikke gezellig. Er gaan meerdere mensen mee heen. Niet iedereen ken ik. Ik weet dat volgens mij Yara Borsato, dat is ook een meisje, zeg maar. Zij doet ook volgens mij influencer en ze is actrice ook nu in GDST. Die gaat volgens mij ook daarheen. Dus het wordt één gezellige boel. Dus ik heb er zin in. En ik was nu lekker aan tafel, aan het editen. En ik heb net even lekker wat eten gehaald. Voor mezelf, want ik heb trek. Zo, die gembershot komt even omhoog. Nou jongens, toen ik nog bij Gio woonde was het natuurlijk de grap dat ik altijd deze broodjes verpestte. Nou ja, oké, grap. Vaak was het ook wel zo. Maar ik beloof jullie dat ik deze keer de broodjes niet ga verpesten. Ik ga ze erin doen. Kijk, weet je wat bij... Oh, fuck. Weet je wat bij mij dus altijd fout ging? Dat ik zeg maar ze dicht deed, zo had ze deze aan. En dan ging ik gewoon mijn ding doen. Maar je moet natuurlijk wel even een wekkertje zetten. Want anders weet je natuurlijk niet wanneer ze klaar zijn. En dat was mijn fout. Maar nu, wacht, staat hij nu überhaupt wel aan? Oh, ja, hij staat ook nog niet eens aan, maar goed. Oké, en dan nu, hoe lang wordt die? 8 tot 10 minuten, ik ga gelijk een wekkertje zetten. De wekker is gegaan en hoe zien ze eruit? Oh, perfect! Perfect! Wauw! Zo, mijn video is lekker aan het renderen. En het is een keer tijd om weer lekker te gaan sporten. Dus we gaan naar Hell City! Yay! We gaan sporten en daarna de sauna in. Even lekker, even al het Parijs en servo's eten en Oostenrijk eten uit mijn lichaam werk. Nou, het valt wel mee tegenwoordig, toch? Het valt wel mee, het is beter geworden. Je bent en, ja, dat sowieso. En wat ook zo is, ik heb natuurlijk ook veel door de stad gelopen, gesnowboard. Het werkt allemaal, joh. Dat kan dit. Nou, even mijn spullen bakken. Zo, mannen. Of mannen. Mannen. Zijn we z'n tweeën. Oh, ik heb ook zin om lekker de sauna in te gaan straks. Heel kort sporten. Ja, heel kort sporten en de sauna in. Kijk, jongens, de sportschool straks als je daar naar links loopt. Maar als je hier dit steegje in loopt, nou, dan kom je bij het mooie gedeelte, hoor. Bubbelbad, sauna van 3 lagen. Het is heerlijk. Maar goed, even snel omkleden. Zo, laat jij eens even zien wat je kan. Wim mee. Vandaag gaan we weer een beetje rustig opbouwen. Ik ga mijn rug trainen en biceps en armpus, biceps en tricep. Nee. Wel, Wim, kom. Hey, even gek doen. Oh ja, je moet ook nog de sauna in. Dat is waar, dat is waar. Zo, ik heb lang niet meer getraind, maat. Ja, merk je het? Nou, nee, niet dat ik het merk. Maar zeg maar, ik zeg nu zeg maar dat ik echt al bijna 3 weken niet heb getraind. Wat is de laatste keer? Met mij toen. Voordat we naar Duitsland gingen. Oh ja. Zo, weer mij. Niet normaal. Godverdomme, ben jij een krachtpasser, zeg hé. Verdomd. Goed door. Jezus. Deze doet zoveel pijn eigenlijk. Kijk hem lopen dan, hé. Wim, dit is tijd voor de sauna. We gaan de sauna, jongens. Korte training gedraaid, maar wel gewoon... Ik moet zeggen, dit is wel het lekkerste gedeelte van de training. De sauna in. Dat je dan weet dat je klaar bent, dat je de sauna in gaat. Een theetje. Ja, het is heerlijk jongens, heerlijk. Zo jongens, we hebben een heerlijke training gehad. En de manager zeg maar, van deze club, die zat achter de balie. En die had natuurlijk voor mij dat allemaal geregeld. Hij zegt zo, ik zie je morgen, hè? Maar dan in het Engels, want hij is Engels. Ik zeg zo, ja, sorry, ik vlieg vanavond naar Valencia. Zegt hij, nou, dan I see you next week, my girl. Ja, maar hij vindt dat jij excuses hebt. Ah ja, ik heb ook, ja, nee, maar dat zijn geen excuses. Ik ben er gewoon niet, weet je. Dan wordt het gewoon lastig om te trainen. Maar het was weer heerlijk, jongens. Ik ga weer lekker naar huis. Ik heb mijn tas gepakt. Ik ben ready om te gaan. Dus ik ga een Uber boeken richting Schiphol. En als het goed is, staat Stefan daar dan straks op mij te wachten. En dan gaan we gewoon richting Valencia, jongens. Ik heb er zin in, dus let's go naar Schiphol. Pas op, pas op, pas op, pas op, pas op. Hey. Hey, wat heb jij echt kort dat? Goed, hè? Poh, hey. Mooi hè? Hey, of niet dan? Ja, dat moet je oppassen hoor, die meiden. Heb je er een beetje zin in?
Nou ja, het moet, hè. Ja, het is een werk, het is een werkuitje. Heb je helemaal geen koffer mee? Nee, ik heb gewoon een tas. Oh, ik heb een koffer mee. Wow, heb jij ooit de vriendenloterij gewonnen? Nee, ik heb deze gestolen van een vriend van mij. Wow! Ja. Nou. Hey, moet je nog mondkapjes op? Volgens mij hier niet, maar wel aan het vliegtuig zelf. Maar goed, jongens, we gaan naar binnen. Moet blijkbaar dus wel een mondkapje op. Domme. Maar wij zijn goed voorbereid op reis gegaan, dus we hebben allebei een mondkapje bij ons. Ja, ik zit alleen in het vliegtuig een stuk. Kijk, gozer, weet je wat is leuk is? Kijk, als ik wil, kan ik gewoon hier doorheen. Doe dan. Laat mij in de rij staan dan. Ga jij lekker naar de coole mensen. Kijk. Ik doe zo hier mijn kaartje en dan loop ik zo in één keer door. Zo. Want als ik gewoon onder jou door, als ik gewoon eronder door ga. Huh? Ja, gewoon onder gewoon door. Ja, gewoon achter me aan. Ja. Ik weet het eigenlijk. Ik denk ook niet dat het werkt. Op heel veel plekken durf ik dat. Op het station of zo, maar op Schiphol. Nee, Schiphol vind ik het ook eng. Nou, ga jij hier doorheen of loop je gewoon mee? Ja, mee. Oh, ben je gullen, jongen. Tuurlijk ga ik met jou mee. Maar kijk, als je dit pasje dus. Nou, jij bent gewoon een coolert. Ja, jij bent gewoon veel te cool. Kijk, dus die hele rij skip. En dat is nu niet heel erg lang of zo, maar. Ja, ik vind het gewoon stoer. En dan kan je ook, zeg maar, als je dan langs die mensen loopt, kan je zo even zo. Op ze spugen, moet je net iets beter dan doen. Ah, oké. Ja, omdat jij er wel langs mag en niet in de rij hoeft. Gaaf. Oh. Mannen! Hi. Hi, Vincent. Hi. Diego, leuk dat je er bent. Hey, jongen, hoe is het? Goed met jou? Goed. Benny. Maatje. Dan gaan we, jongens. We gaan het vliegtuig in. Let's go! Jason is er ook bij. Waarom kijk je al zo boos, maat? We gaan naar Valencia. Heb je er niet een beetje zin in? We gaan lekker zuipen in Valencia. Hey! Ik heb charisma, daar kijk je altijd zo. Ja, misschien wel. Nou, jongens. Daar staat hij. Hey, Finn. Hey, kom lekker zitten. Goed ook dat je gewoon extra geld betaalt om helemaal hier achterin te zitten. Ja. Dat is echt super chill, man. Ik had via vliegtickets.nl had ik €21 betaald. 4 keer voor de heen en terugreis voor ons allebei. Dat we alvast stoelen konden reserveren. Ja, en welke stoelen reserveert hij er gewoon de meest kutste stoelen? Ja, precies. Dus we zijn gewoon genaaid de vliegtickets. Wederom thanks. Iets kuts op deze reis. Ik wil nu naar huis. Ga eruit dan. Ik kan niet meer. Sorry, ik ben even de nieuwe nummers van Vincent Visser aan het luisteren. Oh, wat een fan. Not purchased on board. It's prohibited anywhere on board. Gast, wat is dat voor een loser? Ja, weet niet, zo'n loser. Zo'n een of andere. Ik ben blij dat ik niet naast hem zit. Ik ook niet, man. Stel je de hele tijd naast een gek in het vliegtuig, moet je niet hebben, joh. Benny Tang! Hallo. Welkom. Hij heeft het gefixt. Kijk eens even, Benny heeft gewoon een busje geregeld. Hey, dit is wel goed geregeld, maat, hey. Kijk eens even dan, hey. Is dit de lobby? Dit is de lobby. Zo, dit ziet er goed uit, hey. Wauw. De Luminara kitchen and you have all the bathrooms. Wauw. Lijp. We have a bathroom in suite. There. Ja, Benny. There. Zo, hey. To turn on the light is on the left, is behind the door, okay? Kijk eens even, hey. Dit wordt onze kamer, want ik slaap samen met Steve op een kamer. Dus we hebben allebei een eigen bedje. Fantastisch. Oh ja, lekker. Pak jij maar de twee persoons. Ja, ik ga even. Ja, maar dit is zo. Ja. Moet je nog wel een jongen fixen, hè, straks? Ja, hey. We gaan even door. We gaan even naar een gezellig restaurantje. Ik heb geen idee. Eigenlijk weet ik helemaal niks van deze paar dagen, maar. Ja, drankje erbij, we gaan lekker uit. Ga ik met die dop doen. Hop. Oh. Goh, wat maak jij een troep. Je moet wel die deur dichten. Stefan! Heb ik mijn pinpas? Wat leuk, jongens. Van Parijs naar Valencia. We gaan op stap, mannen. Hey. En dame natuurlijk. Hey, Diggy, waar gaan we eigenlijk heen? Zeg maar, wat is het, een leuke tent? Wat is het eigenlijk? Ik weet niet, man. Ik zag het gewoon eerst even voorbij komen bij een paar... Vrouwen, mooie vrouwen, dus ik dacht, let's go. En mooie mannen voor Steve? Ik ben een mooie man. Oh ja, dat is waar. Ja, mooi man. Stefan krijgt zijn drank beduurd. Ja, jongens, kijk eens wat een leuke tent, hé. Niet normaal. Met z'n allen aan de tafel. Kijk hoeveel goud ik heb, man. Je hebt goud. Ja, maar Rich, dat is echt. Dat zijn allemaal kleine bochtjes. Ik heb vrouwen besteld. Maar kan je nog maar... Ja, dat... Ik heb twee... Zat het in je mond? Twee pasta. Wat is het eigenlijk? Ja, niet. Volgens mij zit er zuur in het goud. Lekker jongens, we gaan lekker aan het eten. Crazy man. Gezellig aan tafel. Oh. Diggy. Dit is het vissen. Dit is het vissen vlog. Groetjes aan papa Mies. Shout out. Diggy. Wow. Hey.
Zonde van de wijnmaat. We hebben heerlijk gegeten en we zijn nu onderweg naar een... geen idee waar we onderweg naartoe zijn. We zouden naar een barretje gaan, maar het is best wel leeg hier in Valencia. Ja. Het is niet praatje. Ben jij de avondvierdaagse aan het lopen? Ja joh, ik kreeg een medaille aan het einde van de rit. Loop me helemaal de pleuris hier joh. Godverdomme. Wat zijn die fucking stepjes? Nou jongens, we zijn aangekomen bij een beetje leven in de brouwerij. Dus we gaan maar even kijken hier. Een hele goede morgen vanuit Valencia. We zijn gisteren naar een restaurantje geweest en daarna zijn we naar een balletje geweest. Het was hartstikke gezellig. Daarna zijn ziek trouwens dat jij gisteren die foto liet zien van die ene straat en dat we daar gewoon zitten. Ja, dat was, ja, dit is niet deze. Het is weer een ander. Ja, dat bedoel ik. Ja, ik liet gisteren, zeg maar, ik had geen idee hoe Valencia eruit zat. Dus ik ging intypen Valencia. En precies in die straat reden wij toen. Loop eens door, man. Maar goed, wat ik net ook al zei, we zijn lekker gisteren naar een balletje geweest. Hebben nog even een drankje gedaan. Toen ben ik samen met Stefan naar huis gelopen en ja. Nu is het een nieuwe dag. En vanavond is, zeg maar, het echte feest, zeg maar, waarvoor iedereen hier nu is. En we gaan nu gewoon lekker door de stad lopen. We gaan even ergens wat eten, koffietje drinken. En gewoon een beetje Valencia ontdekken. Nou, het ziet er erg leuk uit. Hier heb je een hijskraan. Fantastisch. Of een hijskraan, een graafmachine. Kijk eens even waar we zijn, jongens. Een gezellig parkje. Steven en ik die gaan richting het strand lopen. Dat is volgens mij een uur lopen. En de rest is even teruggaan. We hebben net een koffietje gedronken. Oh, dan heb je weer zo'n huge boom, man. Weer zo'n grote boom. Ja, bizar. Ja, we gaan wel even dichtbij kijken. Maar goed, we gaan straks om 3 uur met z'n allen paella eten. Lekker Spaans. En dan vanavond natuurlijk naar de club. Maar we dachten, we willen nog wel even wat zien van Valencia. Dus we zijn lekker door de stad aan het lopen. Maar hoe kan dit een echte boom zijn? Misschien is hij wel nep. Ja, hier liepen we gisteren. Ja, misschien is hij wel nep, Steve. Gast, hij lijkt oprecht nep, toch? Eerlijk. Zo, dit is wel echt een tering grote boom. Oh mijn god. Wow! Ik vind het bizar. Het is weer naar achteren. Oh. Lijf. Maar ik ben ook eigenlijk naar Valencia gekomen voor deze boom. Ik ook, ik kan maar gaan. Lijkt dit opeens weer een van de nationaal monumenten zijn waar je niet aan mag zitten. Er zit weer zo'n kut Nederlander te klimmen. Zo, hè, je ziet nu ook echt hoe groot dat ding is met jou ernaast. Hey, op die dag. Ja, en nu? Ja, nu ben ik in de boom. Ja. Het is wel een rare boom inderdaad. Pas nou op. Oh mijn god. Stomme zak. Oh, ik ben er. Nou, dat vond ik leuk. Ja, ik ook. Nu kan ik weer naar huis. Sowieso waar. Het eind is in zicht. We zien het strand. Ik schrok me net kapot, want ik liet mijn camera vallen. En ik zag hem echt 3 keer stuiten. En ik stond echt zo met zo'n kop zo van, oh nee, alsjeblieft, ga niet kapot. Maar als het goed is, doet hij nu nog. Als jullie nu deze video zien, dan doet hij het nog. Ja, als je ziet dat er nog beeld is. Dan is het, als het goed is, gewoon helemaal goed gegaan. Maak je niet druk. Maak je niet druk. Ik zag wel schrikken achter het computertje van je. Ja, ik telefoon, achter dat ja, achter het telefoontje van je. Dat je daar ligt op die bank, zo luid te zijn. Ja. Ga eens wat doen, man. Ja. In plaats van die vlogs. Of, nee, eerst hey, vlog, doe, ja, inderdaad, wat bedoel je nou, man? Eerst de vlog afkijken. En abonneren. En daarna, wat gaan doen. Kijk, wat een verstandige jongen is dat ook. Maar goed, de rest is allemaal. Daarna even op mij abonneren ook, trouwens. En daarna wat gaan doen. Oké, okay, wil je nog iets dat ze moeten doen? Oké. Nou ja, we zijn dus nu onderweg naar het strand en de rest is volgens mij gewoon met de Uber gegaan of die zijn ergens anders heen. Maar Steven en ik hebben gelopen. We hebben een uur gelopen nu en we zijn aangekomen bij het strand en om 3 uur gaan we paella eten met de hele groep. Paella! Nou jongens, we zijn op het strand. Ja, maar gast, kijk, denk je niet dat het zand hier gewoon op is gespoeld? Zo door een storm of zo? Ja, zou kunnen. Er ligt wel een beetje veel zand hier. Ik denk niet dat het hier hoort. Nee, dat hoort hier niet. Nee. Het zou vandaag gaan regenen. Kijk, dat is wel daar aan de kant geveegd en zo. Wat de hel? Veel gewaaid hier. Maar het zou vandaag gaan regenen, maar gelukkig is dat... gaan we niet hier eten, hè, El Bobo? Nee, oh. Het zit daar. Nou, voor de derde keer. Het zou vandaag gaan regenen, maar uiteindelijk is het gewoon nog prima weer. En het zonnetje probeert de hele tijd een beetje door te breken. Maar eigenlijk is het perfect. Het is niet te warm, niet te koud. Nou, Steve, na een uur lopen en dan hebben we dit gezien. Een strand. Ja, dit is wel een strand inderdaad. Ja, met zand. Zo, dikke kroenscheepje daar. Ja. Ziek, hè? Ik heb wel zin om te zwemmen eigenlijk nu. Ja, ik ook wel. Best wel warm. Ja. Ik heb een zwembroek mee. Dat wel. Ben je ja. Nu bij? Nee. Hé, hey, gast. Ik heb toch geen tas, niks. Ja, ik had al wat je onder. Onder een spijkerbroek. Ik heb ook een zwembroek in het appartement. Ja, die heb ik ook. Nou, leuk. Ik ben benieuwd hoe warm het water eigenlijk is. Zouden we in kunnen zwemmen? Ja, ik denk dat nog wel te doen is. Ja, nou, het is gewoon prima. Ik denk dat als je erin gaat zwemmen, dat het toch wel prima is. Vanochtend onze douche die had geen warm water, dus ik heb sowieso koud gedoucht. Maar ik denk dat dit warmer is dan de douche eigenlijk, eerlijk gezegd. Nou, volgende keer zwembroek meenemen. Kijk eens eventjes. We gaan eventjes hier ergens zitten, maar hey.
Hier, we moeten even iets meer terug, want hier worden we nat. Deze stenen zijn nat. Je bent bang dat mijn telefoon uit de zak valt, die tussen zo. Ja, ik zou een beetje meer hier zitten, man, want daar is het nat. Nou, daar zijn we. Diego, je lust geen vis, maar we zijn bij een paella restaurant. Wat, hoe wordt het? Hoe wordt het? Frietjes. Frietjes. Oh, jongens, sangria. Zit hier in een soort van privé ruimte? Heerlijk. Diego, ben je moe? Ja. Nou, ik ben wel. Sorry, even een siestertje gooien. Kijk eens even. We hebben net heerlijk gegeten. En het is tijd voor een... borrel. Nee, een siesta. We gaan even met z'n allen slapen, want gisteren waren we natuurlijk ook een beetje laat thuis. Maar hier in Spanje gaan de clubs dus tot 6, 7 uur door. Dus het is misschien wel handig om even een dutje te doen en dan, ja, dat eigenlijk. Vincent de bus. Pas op! Diego. Jason heeft een scootertje gehuurd. Ja, laat Diego rijden. Dan weet je zeker dat je dood, bent. Ik kom hoor. Kom met die buikbenen. Best chill eigenlijk, zo'n scootertje door de stad. Wacht, broer. Wat is dit? Wat normaal doen, hè? Ik zit toch gewoon, broer. Jij moet normaal rijden. Hey jongens, ik hoop dat ik jullie nog zie. Ja, dat is zo. Wat denk je? Nou, beter dat Diego niet rijdt, zeg maar. Kom, doe het. Doe je? Hou je vast, hou je goed vast, Diego. Ja, buik is dik, hè. Jojo. Wat een gek. Zo, ik ben net op bed gaan liggen, maar ik kon gewoon niet slapen. Gewoon niet. Geen oog dicht gedaan. Ja, ik heb wel mijn oog dicht gedaan, maar zeg maar, in slaap viel ik niet. Maar goed, we zitten hier nu met z'n allen een beetje te chillen en een beetje rustig aan te doen. Want vanavond... Ga je zo? Hè? Ga je zo, koppen. Hé, 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 hé! Maar goed, we moeten vanavond de hele avond natuurlijk lekker even rustig aan. Als we de vlog. De vlog is weer. Als we de vlog. Even voor de vlog. Yes, we zijn in Valencia. Visser, visser. Alleen Gijs is er niet bij. Alleen Gijs is er niet bij. Gijs, waarom ben je niet? Ben je op je kinderen? Waar zijn je kinderen, Gijs? Hij is familiemannetje. Waar zijn de kids? Waar zijn de kids? Waar zijn de kids? Twee kids, jongens. Twee kids, jongens. Echte paren. Zo jongens, check even deze limoncello fles. We hadden hem uit de vriezer gehaald, maar alle ijsblokjes hebben nog aan. Maar het ziet er best wel dik uit. Oké, we hebben hier alvast een drankje gedaan. En het is nu tijd om uit eten te gaan. En daarna gaan we richting de club. Ik neem mijn camera niet mee, want ik ken mezelf. Ik raak dat ding kwijt of hij gaat kapot. Maar goed, ik neem wel mijn telefoon mee, dus... Het is allemaal super nep wat Vincent doet, want hij was net nog heel rustig en nu opeens helemaal gehyped. Oh. Dames en heren, welkom bij vlog Vincent Visser. Ja, laat maar eens even zien wat je kan. Laat jij nou maar eens even zien wat je kan. Nee, 18 plus alleen. Dit is 18 plus, hoor, weet je? Ja, gast. Hoe oud zijn kijkers? Ja, wat lul je nou, man? Ik bedoel... Bewijs het door nu een shotje te doen als je dit kijkt. Ja, doe. doe maar niet. Maar goed, ik neem de camera niet mee, maar ik ga mijn telefoon filmen, dus het wordt gezellig. Jij bent een loser! Hey, vergeet dat je die abonneerknop te klikken. Oh ja, doe dat. Telefoontje van je. Makkelijk in die bank zitten. Josa,
Jongens, jullie hadden waarschijnlijk gehoopt dat ik zei hele goede morgen. Alleen wij komen nu pas terug van de club. En zeg maar, normale mensen die gaan gewoon nu hier naar hun werk, zeg maar. En wij komen echt net terug uit de club. Ja, maar wie verzint het? 7 uur open de club. Ja. 24/7 is voor de vlog. Sterker nog, ik heb ook zin om gewoon naar het vliegveld te gaan eigenlijk. Ja, maar we moeten ook over een paar uur naar het vliegveld. Ja, daarom. Dus we kunnen het gewoon doen. Zeg maar, 8 uur en we komen net pas terug. Doe eens even normaal, man. En we moeten om 3 uur naar het vliegveld, dus ja. Hey, police! Het is nu 8 uur. Morgen! Mannen! Hey, Free Massive en Kees! Free Massive en Kees! Free Massive en Kees, ouwe! Neem even een croissantje mee, beneden. Ja, croissantje, maat! Wat jij wil, maakt niet uit. Nu is hij aan het opnemen. Ik zit te wachten op een croissant. Het uitgaan was leuk. Ik vond het, vooral op het moment dat La June opkwam, heel erg leuk. Wauw. Wie de fuck is La June? Ik heb ook voor haar geschreeuwd. Ik was een supporter en nu wacht ik op een croissant. 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 En wat vond jij ervan? Ik vond het geweldig. Ja? Ja, ik heb er genoten. Ga je morgen supper? Nee. Je gaat sowieso, want je hebt geen ruggengraat. Oh. Voel. Sticker in, motherfucker. Ja, hij is weg. Gone. Van Alibaba, hoor. Van Alibaba gehaald. Oké, dankjewel. Doei. Een hele goede morgen, jongens. Het is nu 12 uur. En we moeten eruit. Het is klaar geweest. Want we moesten uitchecken, dus... we hebben een beetje haast. Maar jongens, hoe voelen we ons? Ja, ik heb me wel eens beter gevoeld. Jeke voelt zich tof. Zo, we hebben echt, volgens mij, we gingen rond 9:00 slapen. Het is nu 12 uur. Dat is niet best. Goed, ja, het is niet anders. Ja, iedereen is nog een beetje half wavy. Diego. Ik snap weer. Allemaal met rust. Maar jongens, wat wel lekker is, is dat het zonnetje vandaag volledig schijnt. Heerlijk. Oh, we zitten hier in een lounge op de airport omdat Stefan een coole Amex pas heeft waardoor hij dus in zo'n lounge mag. Wat een coole jongen is het toch ook. Maar goed, oh jongens, ik ben nog steeds helemaal kapot. We hebben eigenlijk maar, we gingen volgens mij rond 10 uur slapen en we moesten om 12 uur al er weer uit. Dus we hebben maar 2 uur geslapen en hebben natuurlijk ook drank op, dus dan slaap je ook al slechter dan normaal. Maar ik moet zeggen, ik voel me eigenlijk best wel goed als je beseft dat we zeg maar 2 uur hebben geslapen en de hele avond drankjes hebben gedaan natuurlijk. Maar goed, het is zo tijd om naar het vliegtuig te gaan, want als het goed is moeten we nu boarden. Dus Steve, het is tijd om te gaan, jongen. We moeten boarden. Nou jongens, hier schijnt nog een zonnetje, maar straks in Nederland gaat het als het goed is sneeuwen. Fucking raar, ik heb ook al mijn zomerbanden eronder gedaan, dus fucked up. Kijk hoe ze zitten dan. Zware avond gehad, maat. Nou, daar gaan we, jongens. Van een zonnetje naar de sneeuw. Ik heb een skibril mee, hoor. We zijn aangekomen op Schiphol. Maar jongens, ik ging echt een partijtje slecht bij het opstijgen. Dan had je turbulentie. Het was echt, zeg maar, ik was aan het ademen gewoon om gewoon niet over mijn nek te gaan. Gewoon. Ik was echt, zeg maar, gewoon mijn misselijkheid aan het wegademen. En ook bij het landen, man. Maar goed. Na dat colaatje was ik wel oké. Okay. Ja, dat was beter, maar had jij ook niet zeg maar toen bij het landen, zeg maar, dat je ook weer helemaal slecht ging? Nee. Zo, nee, daarom was het gewoon wel goed. Echt aan het rommelen, man, in mijn baan. Ja, maar goed, we zijn er. Doei, later! Hey, oh. Zo, jullie hebben bezig. Wacht, we moeten naar boven. Oh, ja. Man. Het gaat vanavond ook weer sneeuwen waarschijnlijk. Helemaal slecht. Julia komt op ons halen! Hey! Oh jongens, ik ben weer heerlijk thuis. Hey Google, mijn grote vriend, doe alles in de woonkamer aan. Prima, 4 dingen aandoen. Oh jongens, ik ben echt gesloopt. Het moment waar ik nu al zo lang op zat te wachten sinds dat ik wegging uit Valencia is dit. Een joggingpak aan en dat is dit. Een bank. En wat kan je met een bank doen? Nou, op een bank kan je zitten. Je kan dan hier tv kijken. En een heerlijk serietje kijken. Oh jongens, wat een droom. We hebben echt een bizar leuk weekend gehad. En ook die beelden die ik met mijn telefoon heb gefilmd zijn zo leuk. We waren met een heel
Heel gezellig groepje. Echt allemaal verschillende mensen. Heel veel kennen elkaar ook allemaal niet. En ik vind het altijd heel erg gezellig om met gewoon mensen te gaan die je niet kent. Dan leer je ze en gewoon beter kennen. Sommige mensen heb ik ook nu beter leren kennen. En sommige mensen die heb ik überhaupt gewoon nieuw leren kennen. Zoals Massive. En ja, het was echt een leuk groepje. We hebben lekker gegeten. We zijn lekker uit geweest. Dus het was, het was echt een top vakantietje. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Maar goed, nu lekker chillen. Op de bank. Ja, jongens, ik weet niet of jullie het goed zien, maar het is gewoon godsamme aan het sneeuwen. Ben je eerst in Parijs met fucking lekker weer. Ben je daarna in Valencia. En dan kom je hier aan en dan is het gewoon aan het sneeuwen. Niet normaal, hè? Wat een gezelligheid, hé. Kijk, wat een volk. Nee, eet maar op. Eet maar op. Ik ben gul. Ik had net sushi besteld, alleen ik kreeg echt niks door mijn keel. Dus. Oh, lekker deze kleine. Nou, dat is er nog één. Ik heb alleen dit gegeten vandaag. Ja, besef. Echt, zo slecht in het vliegtuig. Wil je een shotje? Ja, lekker. Nee, hun zagen er nu uit, maar ik sla over. Het is gewoon een sneeuwstorm, joh. Hey. Ik ben benieuwd of er morgen ook daadwerkelijk sneeuw blijft liggen. Ja, dat is wel leuk. Dan gaan we sleeën. De grond is niet aan. Ja. Ja, dus ik weet niet. Oh, ja, dan hebben we er helemaal niks aan. Dat is helemaal kut. Een hele goede morgen. Ik ben gisteren in slaap gevallen op de bank. En ik ben vergeten af te sluiten. Maar goed, ik heb weer echt een paar hele leuke dagen achter de rug. Ik blijf maar weggaan. En Valencia was echt top. We waren een hele leuke groep. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Dus vonden jullie het nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreken jullie dinsdag om 6 uur. Joejoe!